Dames! Ja? Ik moest hier komen. Waarom zijn jullie zo leuk? Ja, het is ooit super gezellig. Wij maken het feestje hier in Nijmegen. Ja. Want als wij er niet bij zijn, is er geen party. Echt niks aan. Nee, waarom is er dan geen party? Wat doen jullie dan zo speciaal? Nou ja, wij proberen iedereen te enthousiasmeren. En waarom proberen wij iedereen te enthousiasmeren? Want de mensen hebben het soms moeilijk. En wij proberen dan een lichtpuntje in de duister te zijn. Ja. En vanaf hoe laat staan jullie hier al? 8 uur. Ja. Vanaf 8 uur? 8 uur. Ja? En hoe hou je het vol? Gewoon een genieten. Hoef wij niks voor te doen. En meedansen. Ja. En loopt er iemand mee die jij kent? Ja, heel veel. Ja? En zien die jou ook? Ja, ja. Dat was ook ja daar zorgen we wel voor. Ze wist niet meer hoe die heette. De buurman weet ze niet meer hoe die heet. Nee, dat was ze al vergeten. Maar, ja, maar, dat is een beetje lullig, hè? Ja, dat is wel de buurman. Zoveel, dat is niet te doen. Het was wel de buurman. Dat is wel de buurman. Maar snap je nu dat het hier gezellig is? Ja, ja, dus iedereen moet naar Bergendal komen. Ja, wij wonen hier. Nou, dit is onze buurt. Nee, niet iedereen, want dan wordt het te druk en dan hebben wij geen ruimte meer, hè? Nee, maar wel de mensen mogen 1 keer per jaar. 1 keer per jaar gaan alle remmen los. Veel plezier nog, dames. Dankjewel. Bent u aan het appen? Nee. Nee, wat bent u dan aan het doen? Even op de kaart aan het kijken. Want hoe ver het nog is of waarom? Nou, ik had even bij Fletcher willen stoppen, maar daar ben ik al ruim voorbij, zie ik. En waarom had u willen stoppen? Gewoon even lekker zitten, omdat ik er bijna ben. Ja, het is nog maar een paar kilometer. Ja, hè? Hoe is het gegaan tot nu toe? Gisteren heel goed, vandaag ietsje minder. Maar, en wat is er minder gegaan dan? Het was een beetje moeier. Oh, het lichaam is gewoon moeer. Ja, ik weet niet. Ja, dan mag ook wel na 3 dagen heel veel kilometer wandelen. Hey, en dit is, wat is dit voor iets handigs? Dat is een soort slangetje. Dat is een waterzak. Oh. Het zit dan in je rugzak, zit een zak, die vul je met water. En dan kan je de hele tijd... Het is wel nodig, hè, op zo'n dag als vandaag. Ja, je moet goed drinken. Ja, en eet u ook nog wel een beetje tussendoor? Ik heb net weer een krentenbol op. Goed zo. Nou, succes met het laatste stukje. Dankjewel. Veel plezier. Dag. Ik ben Rob, ik wil ook even fijn. Wie heeft u bij u? Miss Piggy, of niet? Ik geloof het wel, hè? Ja. U herkent het nog? Ja, dat klopt. Ja, dat is van de Muppet Show. Jonge hè? Mensen kennen het niet. Nee, kennen die de Muppet Show niet. Nee, die zien een pop. En die weten niet dat Miss Piggy is. Worden door de ouders bijgewerkt. Ja, grappig. Hey, en waarom heeft u hem bij zich? Puur als herkenning. Oké, voor? Hij loopt al 7 jaar. Voor mensen die langs de kant staan. Ja, want gewoon voor de lol? Of zitten er ook allemaal mensen voor u te wachten? Nou, zoveel niet, maar een paar. Ja, en bent u ze al tegengekomen? Sorry? Bent u ze al tegengekomen? Nee, ze zitten aan het eind. Zitten aan het eind. Oh, en dat is bijna dus. Hè? Ja, groot gelijk. Wat is hete. Ik zie het ook aan u. Hoe houdt u het vol met deze hitte? Gewoon doorgaan. Ja, wordt u een beetje nat gespetterd of niet? Nou, ik heb een dweil. Oh, een koele dweil op de nek. Ja, nou, ga lekker doorlopen en veel plezier nog. Ja, hè? Dankjewel. Tot ziens. Goed, en met jullie? Ja, fantastisch. Hoeveel kilometer heb je al in de benen? Bijna 40. Oh, en dan, wat ga je doen vanavond? Gewoon feesten en morgen weer door. En dan ga je redden ook nog gewoon. Zeker. Naar een avondje feesten kun je ook nog een dagje... Ja, daar ga je mee, hè? Nou, ik beloof niks. Gewoon ik beloof niks. Razende report. Ja, nou, dat ben jij al. Ik moet door, hè? Veel plezier. Ja. Doeg. Hey, mag ik iets vragen? Je hebt een rok aan. Is dat met dit weer prettig? Is heel prettig. En een broek eronder. Een broekje eronder wel. Oh ja, dit is een soort tennisrokje, of niet? Ja. Het is een tennisrokje. Ja, dat zou best kunnen. Ja. Maar is het ook lekker dus met wandelen, korte benen? Heerlijk. Want hoe houdt u het vol met deze hitte? Ja, nou, dat is het enige waar ik last van heb. Ik heb nergens geen last van. Nee? Ja, als voeten doen het goed, spieren doen het goed. Ja. Alleen heet. Ja. Ja. Ja, en hoe hou je jezelf koel? Een nat sjaaltje. Een nat sjaaltje, ja. En voor de rest, vandaag een leuke dag gehad? Super, alle dagen zijn echt geweldig. Ja, wat was het leukste moment? Wat was het leukste moment? Ja, dat vind ik moeilijk. Ik vind iedere dag wel iets speciaals. We hebben vandaag de Heuvelen, gisteren Wiegje, helemaal geweldig. Ja, het is overal een feestje. Is dat fijn voor de wandelaars? Ja, maar je loopt ook regelmatig in de natuur. Dus het wisselt elkaar af. Ja, en dat vindt u leuk? Ik vind dat zalig, ja. En woont u een beetje hier in de buurt? Nee, in Noord-Limburg. Oh, en iedere dag heen en weer met de trein? Nee. Ik ben een camper op de vierdaagse camping. Oh, heerlijk. Ja. Lekker dichtbij. Ja. Vaste gasten daar? Ja. Fietsen op en neer. Ik loop voor de 17e keer nou. Dus... 17e keer? Ja. Jeetje, mineetje. Dat is wel heel veel. Ja, en maar veel bekenden op de camping dus. Ja, we zien ieder jaar wel dezelfde mensen. Ja, leuk. Ja. Nou, succes met de laatste 3 kilometer nog. Komt helemaal goed. En veel plezier morgen. Dankjewel. Ja, gaat lukken. Dankjewel. Doeg!
u een vraagje stellen. Ja, want u heeft het heet, of niet? Het is warm, ja. Iedereen heeft het heet, hè? Ja, maar u zit lekker even uit te puffen. Even in de schaduw en dan de laatste paar kilometers. Ja, want hoe is het tot nu toe gegaan? Warm. Warm, ja? Echt vanaf 's ochtends vroeg al? Nee, een uur of 10 begon het echt goed warm te worden, ja. En welke stukken zijn dan het lastigst? De heuvels, hè? Ja, want die zijn in de volle zon. Ja. Weinig schaduw? Weinig schaduw. Ja, even af en toe rusten en dan lukt het allemaal wel. Ja, want... Veel drinken. Ja, en rust u dan ook iets vaker? Ja, ja. Ik rust zeker 1 keer per uur. Ja. En 5 minuten ongeveer. Ik zit nu ook voor het laatste stukje. Ja, want nou is het niet meer zo ver, hè? Nee, staan er nog mensen op dit stukje langs de route voor u? Nee. Ik ben helemaal alleen. Helemaal alleen, ja. Nog... 45.000 mensen, hè? Ongeveer, ja. genoeg wandelaars om u heen. Genoeg vrienden om mij. Ja, precies. En morgen, hoe gaat het morgen, denkt u? 2 voeten vooruit, hè. Alle voeten vooruit. Is dat gewoon de truc? Ja, anders kom je niet vooruit, hè. Ja. De een voor de ander. Het is warm en morgen, hoor ik. Ja. Hey, joh, het is altijd al geluk. We hebben ook in de regen gelopen. Verleden jaar was het ook regenachtig op de donderdag. Ja, dus we zijn er altijd gekomen. Ja. Het lukt altijd dus. Het is niet de eerste keer dus, als ik ze zo hoor. De 11e keer. De 11e keer. En waarom ooit mee begonnen? Weet ik niet. Een beetje de kolder in de kop gekregen. Ja, ik had een vriend van mij woont in Nijmegen van de motorclub en die begon erover. Toen heb ik eerst het weekend feesten meegemaakt. En toen later ben ik gaan lopen. Ik denk ja, alleen die feesten doe ik niet hoor. Nee, en vooral niet in die combinatie. Nee, dat lukt me niet meer. Nee. Maar de feesten sowieso niet? Nee. Dat red ik niet. Je moet morgens om 17:30 je bed uit. En, dat is niet te doen. Nee, daar ben ik te oud voor geworden. Ja. Nou ja, ze zeggen altijd hè, je hebt wandelaars en je hebt stappers. En u hoort gewoon bij de wandelaars. Ik hoor, stappen doe ik ook graag, maar nu niet. Nee. Nu niet. Ik lust graag een biertje, maar nee. Onderweg doe ik dat nooit. Daar op de camping. Lekker. U staat op de camping hier? Ja, nee, in Oosthout. Oké. Vierdaagse camping. Ja. En veel bekenden weer gezien? Ja, we zitten altijd in hetzelde rijtje, ja. Ja. Altijd met 5 cellen. Oh, dat is wel heel erg leuk, ja. Hey, maar ik ga verder. Ja, heel verder? Veel succes. Hey, en nog veel plezier ook nog. En bedankt, hè. Wat zie ik hier allemaal in de doos? Lekker, ze hebben zin in een tomaatje. Een tomaatje? Ja, of drop, hè? En wat is het populairst? Nou, de tomaatjes. Lekker fris. Ja, lekker fris. Maar eigenlijk staan zij ermee, hè? Ja, en hebben jullie zelf ook al een beetje gesnoept? Ja. Ja, en wat vind jij het lekkerste, drop of het tomaatje? De tomaatjes. Ja, ook al. En jij? De drop. Ja, ik zou ook voor drop gaan, ja. Ja, want nou is het heel heet, dus ik kan me voorstellen dat mensen ook een beetje zout nodig hebben. Hebben we ook zout nodig en daar is dan de drop weer goed voor. Maar leuk. Het is altijd leuk als er mensen langs de kant staan en ze willen wat eten onderweg. Ja. Ja. Zij is in Nijmegen geboren, wij zijn ook Nijmegen. Oh, sorry. Dus we willen ze ook een beetje warm laten worden voor de Vierdaagse. Ja, zeker. Ja. Ken je mensen die meelopen? Sommigen wel. Sommigen wel. En jij kent ook mensen die meelopen, ja. 7 van onze familie. 7 van jullie familie. En zie je ze dan ook elke dag, of niet? Nee. Nee, je mist ze af en toe ook met het langslopen. Ja, maar ze hebben thuis een filmpje gemaakt van dan staan ze te zwaaien. En wij lopen elk jaar de Vierdaagse in onze achtertuin. Dus leuk. Dat is wel leuk. Ja, gezellig. Maar 1 hebben we er al gezien en nu Esther Marsa nog en Bianca, Marit en Marente. John is er al en Karin. Ja. En gaan ze het allemaal uitlopen, denken jullie? Ja, ze gaan het allemaal uitlopen. Ja, en heeft u hem zelf ook wel eens gelopen? 5 keer. Dus, wauw. Over 2 jaar hoop ik met Luc te mogen lopen. Dus ons kleinzoon. Ja. En dat wordt feest. Hey, en Luc, zie je het ook zitten? 30 kilometer wandelen? Ja hoor. Ja? Ben je wandelaar? Nou, niet echt, maar ik heb er wel zin in. Mooi zo. Nou, veel plezier nog. Ja, dankjewel. Leuk. Jullie ook. Dankjewel. De route wordt morgen 10 kilometer ingekort. Ik begon het onderweg, klopt, inderdaad. Ja. Hoe heeft u het gehoord? Via de app of zo? Via een wandelaarster. En die had het weer bij de KNW van de Koninklijke Wandelsportbond. Die hebben het gecommuniceerd. Ja, wij vragen ons wat af voor jullie dat als wandelaars te weten. Ja, dat gaat als een lopend vuurtje volgens mij. Ja. Hè? Ja. En wat vindt u ervan, 10 kilometer inkorten? Op zich is dat denk ik wel goed. Het is ook in 1 keer hartstikke warm. Dus ja, ze doen het denk ik als beste. Ja. Dus wat tijden naar voren halen is moeilijk, denk ik. Met allemaal dezelfde starttijden dit jaar. Ja. Dus dan korten ze hem in. Dus dan, En hoe gaat het nu vandaag? Goed, echt lekker. Ja, dus even nog
kleine paar kilometer en dan kunnen we weer op naar die goudgele rakker. Ja, ja. En ook goed? Ja, ook buitengewoon. Ja. Ja, en is een biertje dus aan het einde? Ja, dat is een engeltje. Het etappendrankje heet dat. Het etappendrankje. En als er eentje voor de dorst en de tweede voor de smaak? Ja, die doen we later. Meestal op de wedren 1. We moeten nog op de fiets terug, dus we willen nog wel heel terug aankomen. En morgen weer helemaal gezond starten natuurlijk. Hè? Hey, dankjewel en veel plezier en succes morgen. Ja, graag gedaan. Doeg! Heb jij het al gehoord? Nou, de 10 kilometer, morgen wordt de route 10 kilometer ingekort. Oh, heerlijk! Ja, dat vind ik fijn. Ben je er blij mee? Want is het heet? Ja, hoe warm wordt het? Ja, 25, 26 graden. Nu. Nou, daar word ik niet zo blij van. En morgen meer, volgens mij 28, 29 graden. Och, jeetje. Ja, maar je hebt het dus nog niet doorgekregen? Nee, je hoort het van mij. Nou, fijn om te horen. Ja, dan ben ik blij dat ik met goed nieuws kom. Lukt het nog? Ja, ik overleef het wel, denk ik. Nou, succes hè. En veel plezier morgen. Dankjewel. Doei. Hey, we zitten hier in een tuin. Ben jij hier bekend? Ja, dit is het huis van mijn ouders. Oh, jij woont hier ook nog of niet meer? Nee, ik woon hier al een tijdje niet meer. Nee. Oké. Okay. Maar ik mag hier wel logeren tijdens de vierdaagse. Nou, dat is een ideale plek, hè? Vlakbij de Wetteren. Ja, dat is goed geregeld. Ja. Hey, hoe gaat het tot nu toe? Vandaag een stuk beter dan gisteren. Wat had je gisteren dan? Deed er een stuk langer over, kwam een beetje in de achterhoede terecht, last van de kuiten. Dat ging wat minder en vandaag gaat het eigenlijk heel vlot, heel voorspoedig. Ja. Ja. Is het je eerste biertje? Het tweede biertje. Kijk, ja. En smaakt hij een beetje? Het smaakt uitstekend, ja. Want hoe ver moet je nu nog vanaf hier? Het is nog ongeveer 3 kilometer. Oké, nog 3 kilometer. En dan ga je dus ook wel redden? Ja, ik heb volgens mij nog ongeveer 3 uur om ze, om ze te doen. Dan ga je het wel redden, ja? Dat gaat denk ik wel lukken, ja. Hey, heb jij het nieuws al gehoord? Dat we morgen 10 kilometer minder hoeven. Ja? Ja, dat... Nou, mijn broertje heeft 2 jaar geleden voor het eerste vierdaagse gelopen. Dat was de eerste van de familie. En toen werd er een hele dag afgelast, omdat het toen 38 graden was. En we hebben hem daar het hele jaar mee geplaagd, dat hij eigenlijk geen vierdaagse heeft gelopen, maar alleen maar een driedaagse. En dit is mijn eerste keer. En dan mag ik hem dus blijkbaar ook niet de volledige 200 kilometer. Het worden er maar 190. Ik heb... Een beetje angst dat ik ermee geplaagd ga worden, maar het is wel erg lekker om morgen in de hitte geen 50 kilometer te hoeven doen. Want loopt hij dit jaar ook weer mee, je broertje? Ja, die is hier over een kwartiertje als het goed is. Dus dan, maar dan loopt hij hem ook weer niet helemaal, hè? Ja, precies. Ja. Hij heeft hem vorig jaar heeft hij 200 kilometer gedaan. Oh, jammer. Hij heeft het inmiddels goed gedaan. Ja. Ja. En lopen jullie met z'n tweeën van de familie mee of nog meer? Met z'n tweeën van de familie. Mijn vriendin liep mee, maar die heeft helaas na dag 2 is ze ermee gestopt. Dus, Nou, je vriendin staat daar. Kom er even bij. Ja, ik weet dat het echt niet leuk is, maar toch ben ik benieuwd. Wat is de reden dat je gestopt bent? Heel veel pijn. En waar? Onder mijn voetzolen. En zoveel pijn dat het eigenlijk niet meer leuk was. En toen dacht ik doe het voor mezelf. En als ik het niet meer naar mijn zin heb, voor wie doe ik het dan eigenlijk nog? En toen heb ik de tweede dag gefinished en toen zag ik dat als mijn Via Gladiola. En toen strikt eromheen en klaar. Dus het is voor mij een tweedaagse en dat is een overwinning. Ja. En nu zit je lekker in de tuin met een biertje? Lekker met een biertje en nu is het leven weer mooi. Dus, En hoe is het met je voeten? Ja, heel erg pijnlijk. Maar als je zit, dan gaat het allemaal wel. Ja. En nu is alles weer leuk. Ja, dus volgend jaar zit ik weer hier en ik ga nooit meer meedoen. Nee. En jij, ga jij ooit weer meelopen? Dat gaan we nog zien. Ja, ik durf dat nu nog niet te zeggen. Nee, nou, rustig lekker uit. Geniet van je biertje en succes. Dankjewel. Dames, zijn jullie even aan het uitpuffen? Nee? Nee, het gaat nog heel goed. Lekker vitaal. Kunt er nog wel 40 of niet? Zeker. Maar wij zijn hier fan. We zitten hier gewoon te wachten tot haar zoon langskomt. Jullie wandelen niet mee? Nee, mijn zus heeft vorig jaar meegelopen en dit jaar loopt mijn zoon met de militairen. Oh. Dus en we hebben hem op de spot, dus hij komt binnen een uur hier langs. Kijk, jullie hebben dan een live verbinding qua locatie of zo? Ja, dat hebben we inderdaad via de app. Ja. Okay. Dus wij zien er heel sportief uit, maar het is een beetje schijn. We lopen een stukje mee met hem. Ja. Kijk, dat is al heel wat. Maar komen jullie ook hier uit de buurt of niet? Uit Weert en zij uit Maastricht. Ja. Dus Limburg, Weert is ook net Limburg? Of net, ja, het is niet net Brabant. En voor de kinderen hier dus? Ja. En waar slapen jullie? Hier vlakbij, bij de vader van een vriendin van mij nog. Kijk.
Ja, ja, want alles was volgeboekt. Dat is al best. Ik denk dat het voor volgend jaar al volgeboekt is. Nou, absoluut. Zelfs de campings waren vol. Alles was vol. Dus we zijn dolblij met deze plek. Ja, ja. Heerlijk, ja. Nou, geniet er nog even lekker van, hè. En loop lekker mee dadelijk. Ja, dank je. Doen we. Dank je wel. Hoi, hoi. Dames in het oranje. Ja. Hoezo oranje vandaag? Voor onze burgergroep. Jullie burgergroep? Want dat, leg uit. Sorry, ik wil dat eten. Ja. Dat maakt niet uit. Nee, we lopen dus met een groep van 18 mensen, allemaal met hetzelfde gekleed. En dan mogen we eerder starten en hebben we allemaal voordelen van. Oh, dus jullie vormen een groep zonder dat jullie officieel een groep zijn? Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar ik moet doorlopen. Doei! Nou, kom maar hier dan! Oh, ik moet heel even wachten. Nee, hij moet even de camera goed hebben. Ja, we hebben alle tijd. Ja. Hoe gaat het? Ja, geweldig. Goed, het is heel, heel goed. Leuk. Ja, het is echt heel erg leuk. Wat is er dan zo leuk? Er zijn zoveel mensen langs de kant. Van helemaal Groesbeek tot aan Nijmegen. Ja. Gewoon helemaal vol met mensen. En het is bloedheet, maar iedereen heeft water overal. En ja, het is echt goed. En onze vriend is er ook nog bij. Ja. Kijk, hij heeft heel zwaar op een beetje camera schuw. Ja. En zijn er dan ook stukken waar je geen mensen ziet? Nee. Ja. Nee. Echt overal mensen. Nee, we doen met onze ogen dicht. Vooral het laatste stuk echt heel veel mensen. Maar aan het begin ergens, we lopen er wel de 50, dan heb je altijd een lus. En daar zijn wat minder mensen. Maar ja, sinds de laatste 10 kilometer stond het helemaal vol. Precies. En jullie vinden dat ook leuk dus, als er mensen staan? Heel leuk, ja. Heel leuk, ja. Dan dat er niemand staat. Maar ja, je hebt je eigen muziek mee. En wat speel je dan? Abba, heel veel ethisch hitjes, voor alle generaties ook, dat iedereen mee kan zingen. Soms een beetje happy hardcore om de snelheid in te houden. Eigenlijk alles. Alles. Ja, alles. Scooter. Scooter. Ja. Oh ja, hyper. Hyper. Ja, snap je. Nou, hey, geniet ervan en maak er vanavond ook nog een feestje van, hè. Ja, plezier. Hey. Doei. Jou wil ik even spreken. Want wat heb jij in je handen? Een waterpistool. Is het een beetje lekker? Ja, het is heerlijk. En gebruik je het voor jezelf of voor andere mensen? Ja, vooral voor de mensen langs de kant. En hoe vul je hem bij? Ja, bij watervulpunten gewoon even erin doen en dan weer doorgaan. Ja, hey, en je loopt hem zelf ook mee? Ja. 20, 30 kilometer? 30, ja. En hoe gaat het? Goed. Ik loop me al de derde keer nu, dus... Ja, gaat dus goed, hé. En heb je het al gehoord? Morgen 10 kilometer minder. Ja. Ja, dat is echt balen. Ja, vind je dat jammer? Mm-hmm. Want je hebt geen last van de hitte. Nee, ik wil gewoon door. Ik wil die 30 kilometer uitlopen. Ja, ja, dat is ook wel waar. Hey, en strakjes, ga je nog iets leuks doen als je het aangekomen bent op de wedren? Ja, dan ga ik even rusten en opladen voor morgen en dan nog even een duikje nemen bij opa en oma. Kijk, een duikje nemen en je waterpistool vullen en iedereen nat spetteren zeker. Uh-huh. Ja, nou, veel plezier, hè? Ja, bedankt. Friesland Boppen? Ja, Friesland Boppen. Ja, en zeker. Drachten. Ja, Drachten komt er vandaan. En helemaal naar Nijmegen voor de Vierdaagse. Ja. En wacht, laten we een klein beetje uit de route stappen, want anders lopen mensen misschien omver. Maar waarom de Vierdaagse? Waarom doet u mee? Om de sfeer. Is dat prachtig allemaal. Is geweldig. En je moet lopen. Maar waarom moet je lopen? Nou ja. Voor jezelf gewoon. Voor jezelf en voor alles. Dan maak je alles mee. Ja, en is het de eerste keer? Nee. Nee, dit is de vijfde keer. De vijfde keer? Ja. Oh, heel erg leuk. En het gaat goed? Het gaat prima. Ja, morgen ook gewoon weer starten? Ja, zeker. Nou, gaan we gaan gewoon doen. Ja, veel plezier nog. Ja, fijn, dank je wel. Jullie ook, hè? Dank je wel. Yes. Vertel, wat ben je aan het doen? Gewoon snoepjes uitdelen. Ja, en er wordt wel dankbaar gebruik van gemaakt, hè? Zeker weten. Ja, heb je hem zelf ooit meegelopen? 5 keer, maar de mannen hebben materiaalpech, dus die kunnen nu niet lopen. Dus, materiaalpech? Ja, de knieën. En lichamelijk materiaal. Ja, en om hem alleen te lopen is ook niet leuk. Nee. Hey, en helpen de snoepjes dan, als die zo uitgedeeld worden? Jawel hoor, ze pakken ze echt wel. Dus, Ja, en toen jij zelf liep, vond je het ook fijn als er dingen uitgedeeld werden? Zeker weten. Ja, en wat is dan het lekkerste om te eten? Watermeloen of tomaatjes en komkommer. Ja, jij bent wel van de fruit en niet van de zoetigheid. Ook wel een beetje hoor. Ja. Oké. Okay. Hey, en het wordt goed afgenomen. Waarom heb je voor fruitella gekozen? Nou, omdat het lekker zoet is en suiker. Dus, Nou super. Dankjewel en succes. Ja, dankjewel. Kijk eens, van RN7 zijn wij. Is dit een soort verzorgingspost? Nee, ja, wel een beetje ja. Ja? En ze doen het ieder jaar. Oh, ze zitten hier ieder jaar? Ja, en het zijn vaste klanten die altijd terugkomen hier. Kijk. Dat is heel grappig.
vaste klant, die meneer met die pet. En hoezo een vaste klant? Waarvan dan? Van dit hutje, want die weten gewoon dat ze verzorging krijgen, eten, drinken, dus ja. En jij zelf zit ook met de voetjes bloot? Voetjes bloot, ja. Onder mijn vader is het. Dus ja, is mijn vader. Dus die doet dat voor alle mensen hier. Ja. En jij hebt het zelf ook even nodig? Ja. Ik zit hier goed. Waar heb je last van? Nou, ik heb een beetje dikke enkel. Hoe kom je eraan? Nou, dat was al bij dag 1. Ik heb geen idee. Het is gewoon in één keer gekomen. En je loopt het voor de derde dag al. Hoe hou je het vol met zo'n enkel? Veel aspirines nemen. En een papa die je af en toe verzorgt. En inderdaad, wij kijken ernaar uit om dan weer hier te zijn. En zit hij iedere dag langs de route of niet? Absoluut. Ja. Ik ga even kijken hoor, want u gaat een soort speciaal sokje aantrekken zo te zien. En wat is het voor een sokje dan? Het is voor de enkel. Ik hoop dat het er ondersteuning kan bieden. Het is een verstevigende sok. Ja, ik heb vanmorgen gehoord dat ze een enkelblessure had. Dus ik dacht, ik ga even een enkel sokje kopen. En bent u ook iets van een fysio of een EHBO'er? Nee, allemaal niet. Mijn zwager die heeft iets meer onderlegd dan ik. Maar ik probeer een beetje assistentie te verlenen. Nou, super. Ja, ze doen het samen. Kijk, we doen het samen. Ja. Nee, dankjewel. Nee, we krijgen van alles aangeboden hier ook. Maar het ziet er wel even fijn uit om hier te kunnen zitten. Zo fijn, je bent zo blij als je hier aankomt. Ja. En vooral dit deel heb je bijna geen water. Ik kan je niet helpen. Dat is het. Ja, vooral met je hitte is het zo fijn dat je even kan zitten in de schaduw. Ja, heel fijn. Goed? Ja. Goed? Ja, de camera staat erop, dus houdt zich sterk. Ja. Dat goed? Ja, laat me even met rust. Ik ben blij dat de camera loopt, dus hij is gehelpt. Maar heel veel succes. Ja, dankjewel. We gaan ervoor. Ja, het komt goed. Zeker, absoluut. Als we nu deze 3 dagen hebben, dan kan het morgen ook nog. Precies, succes. Kijk eens. Ja, dank je. Van RN7 zijn wij. Want jullie lopen voor Make-A-Wish. En waarom? Omdat kinderen wat dat betreft die een ongeneeslijke ziekte meemaken, zeker wel een wens in vervulling mogen laten gaan. Even een dag niet bezig zijn met de ziekte, even een dag gewoon genieten. Genieten. En niet alleen het kind zelf, maar ook de ouders, broertjes, zusjes. Dus iedereen geniet mee. Ze maken er een heerlijke dag van. En heb je ervaring met mensen die het nodig hebben gehad? Die Make-A-Wish nodig hebben, bedoelt u? Ja, zeker. Onderweg komen ook mensen tegen die te maken hebben gehad met de stichting. Bijvoorbeeld zoals vorig jaar. Ik loop meestal met een grote vaandel die 4 meter de lucht in gaat. Die heb ik dit jaar niet meegenomen. Gisteren wel de doedelzak, maar toch niet. Toen heb ik iemand onderweg tegengekomen met een mooi verhaal over Luna. En die hebben toen een sticker bovenop mijn vlag geplakt. Omdat zij dan op een bijzondere locatie aanwezig is. Onder de ster. En die ster die staat eigenlijk voor mij symbool voor de wensen die nog lopen. En die hopelijk uit gaan komen. Mooi, ja. Heel mooi. Hey, en hoeveel gaan jullie ophalen dit jaar? We hebben net gezien dat het rond de 40.000 gaat worden. Dat is een boel geld. Ja. Dat is echt een heel erg boel geld. Ja. En hebben jullie dan een idee hoeveel kinderen ermee geholpen kunnen worden? Hoeveel in totaal, zo weet ik niet. Nee, dat moet ik je helaas verschuldigd blijven. Ja, ja. En hoe gaat het lopen vandaag? Het is blaren momenteel. Door de warmte, transpireren, het wordt week. Ik heb schapenwol gebruikt de eerste dag. Wat ik anders nooit gebruikt, want het is tegenwoordig een hype. Ik dacht, laat ik het ook doen. Was mij niet goed bevallen. Maar in ieder geval voor de rest gaat het wel. Momenteel, als je gaat opstarten, ben je even een diesel. En dan ga je weer verder. Nog 3 kilometer, morgen starten. Zeker weten. Ja. En jij, gaat goed? Zeker. Het loopt als een diesel af en toe. Eerst rustig opstarten en als je loopt, dan gaat het allemaal goed. Dan zeggen wij succes, dieseltreinen. En succes ook voor Make-A-Wish nog. Dank u wel. Tot ziens. Ja, hallo, want u zit er heel erg spannend bij. Vertel, wat heeft u op uw hoofd staan? Ja, dat is een Noormannenhelm, hè? Een Noormannenhelm. Bent u een Noorman? Nee, ras-echte Nederlander. Een ras-echte Nederlander. En waarom heeft u hem dan opgedaan? Nou, daar zit een hele verhaal aan vast. Ik weet niet hoe lang jullie zendtijd is. Ik was vroeger, vanaf 2007, had ik een kat bij me. Een Vierdaagse kat. Ja. Dan had ik altijd die helm op. En er was een platte wagen, had ik een pick-up. Dan had ik de tafel erop staan met de kat erop. En dan konden mensen kroelen. En dat is tot 2020 goed gegaan. En dat was de derde of vierde kat al en is hij overleden. Ja.
Maar de helm, daar kennen ze mij nog. Yes. Dus er komen nog steeds mensen hier langs die dan zeggen, hé, dat is die meneer van die kat. Ja, dan willen ze een foto maken en dat vinden ze hartstikke leuk. Ja. Want woont u hier in Bergendal? Nee, ik woon in Haalderen. In Haalderen, nou, dat is niet heel ver weg, maar toch ver genoeg. Ja, bij Bemmel, ja. Ja, en toch ieder jaar hier komen. Ja. Heeft u hem zelf wel eens meegelopen? Nee, mijn broer loopt mee en mijn zus loopt mee. Maar voor de rest, nee, ik doe het niet. Nee, ik begin er echt niet aan. Nee, maar we hebben ook supporters nodig, hè? Ben ik altijd geweest. Goed opbeuren en supporteren, hè? Ja, met helm en met tamboerine. Hallo, mogen we nog een vraagje stellen? Want u heeft een mooi shirt aan. Is dat voor het goede doel? Ja, dat kun je zien, ja. En welk goede doel? Alzheimer. Alzheimer. En waarom loopt u voor Alzheimer? Omdat ik werk bij de groepering Alzheimer. Oké, en u wilt daar een goed doel eraan besteden aan uw wandelen? Nou ja, het was, wil je iets sponsoren en dan zie je 100 dingen wat je kunt doen. En heb ik dat gedaan, omdat mijn moeder ook Alzheimer en intussen overleden. Dat is een mooi verhaal. En heeft u een beetje goed geld opgehaald? Ik valt mee, omdat ik denk ik te bescheiden ben om te... Nou, bij deze nou, dan het oproepje, hè? Steun! Nou, succes nog, hè? Jullie zitten even lekker uit te blazen. Ja. Hoe vind je het? Leuk, maar het is ook wel heel zwaar. Ja, hè? Want hoeveel kilometer loop je? 30. 30. En je moet er nog 3, hè? Maar is het nog vol te houden voor je? Ja, ik denk het wel. Ja? En met wie loop je? Met mijn opa. Met je opa. En die loopt ook de 30 mee, hè? Ja. Is het de eerste keer zo samen? 14. Oh, je loopt de 40. Ja. Nee, 14. De 14e keer. En zo samen met z'n tweeën? Eerste keer. Dit is jouw eerste keer? Ja. Ja. En het valt het mee of tegen? Ja, tegen. Valt het tegen, ja? En waarom valt het tegen? Ja, het is zwaarder dan ik had verwacht. Ja, en dan waar aan je voeten of aan je spieren? Spieren. Oh ja. Ja. En als je dan s'avonds thuis komt, wat doe je dan om een beetje weer bij te komen? Slapen. Slaap, dat is eigenlijk het allerbeste, hè? Ja. Hey, en morgen 10 kilometer korter, hoe vind je dat? Ja, jammer, maar ook wel fijn, omdat het wel zwaar is. Ja. Ga je hem uitlopen, denk je? Ja, gaat wel lekker. Ah, je bent een stoere held. Ja. Ja, nou, succes nog, hè? Dankjewel.